Want we zijn in... Parijs. Parijs. Terug. Ja, je hebt hem vast. Yes. Jongens, dit blijft ook een mooi plaatje zo. Dan weten jullie dat, jongens. Juni. Juni gaat waarschijnlijk bij muziek uitkomen. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En zoals ik in mijn vorige video zei, ik ga vandaag iets leuks doen. En ik ben eigenlijk al op de locatie waar ik moet zijn, want we zijn in... Parijs. Ja, we zijn in Parijs al en we zijn nu bij de luchthaven in de buurt van Parijs. Omdat Rubens Hotel die zit hier. En nou ja, wat gaan wij doen in Parijs? Ruben die moet draaien op een beurs, op een meubelbeurs voor dit weekend tot en met zondag. Het is nu vrijdag en ik ben gezellig meegegaan samen met Ella. Ella is ook mee, maar die is binnen even naar het toilet. Maar Ruben die moet dus hier gewoon gaan draaien. Oh, ik ben kapot man. Ja, je hebt lang gereden. Ja, 5 uurtjes, na 4,5 uur. Maar het is nu ook al dingen. Het is nu ook al 11 uur. En gisteren zijn we tot 2 uur zijn we uitgeweest naar die release party van Toby. Maar we zijn dus in Parijs en we gaan er een heel leuk weekend van maken. Maar laten we even snel naar binnen gaan en eventjes de spulletjes binnen liggen. Rub, jij gaat gelijk door naar de beurs. Ja, ik heb haast weer. Jij hebt haast weer. Dan ga je dus draaien. Ruben heeft ook zijn eigen set helemaal mee. En Ruben slaapt dus hier ergens dicht in de airport. Maar ik slaap samen met Ella ook in het centrum van Parijs. Dus daar gaan we nu ook heen. Volgens mij is dat nog een uur met de taxi en al dat gedoe. Dus we gaan het pakken. Nee, die is van Ruben. Dus dan gaan we eventjes kijken hoe we daar komen. Of met de trein of met de taxi. En dan gaan we naar ons hotelletje in het centrum. En dan gaan we even eten, want ik heb nog niks gegeten vandaag. Nou jongens, ik zit hier met Ella. En Ella die is ook gezellig mee. Hallo. En Ella was ook mee naar Duitsland. En ja, ik dacht we maken een gezellig weekendje van hier in Parijs. De stad van... de liefde. Maar goed, we wachten nu op een Uber. En dan gaan we naar het hotel. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ben benieuwd. Zo, we hebben maar gewoon even een Uber gepakt. Want anders dan moeten we overstappen met de trein en de metro. En het is allemaal gezeik, joh. Dat wil je allemaal niet. Maar goed, dan gaan we lekker naar het hotel. En dan gaan we even eten zoeken, want ik heb trek. Ja, dit is toch wel echt veel lekkerder. Lekker een A6 Audi. Veel beenruimte. Wat luxe. Wat luxe. Luxe taxi. Goed, hè. Nou, we dachten, Ella die heeft een best wel grote tas mee. Zoals elke vrouw meestal. En die was open, zeg maar met zo'n open tas. Dus het is niet zo handig als je dan zeg maar in de trein gaat en in de metro met een open tas. Het is best wel vol, dus er valt nogal veel uit. Ja, precies. Dus dat is niet zo handig. Dus we dachten, we pakken gewoon even een taxi en dan zijn we er ook sneller. En dan kunnen we sneller leuke dingen doen. Maar ik moet zeggen jongens, ik ben een beetje bangig of zo voor... nou niet bangig, maar ik heb een soort van stress. Omdat in Parijs natuurlijk zoveel te doen is en zoveel leuke tentjes. Dat ik denk van, oké, je moet echt wel de leuke dingen gaan uitkiezen. Maar ik ben daar meestal niet zo goed in kiezen. Dus dan... ja, dan kom ik. Ga jij dat eventjes doen dan? Ja, gewoon lekker stepjes huren. Stepjes huren, dan gaat er ook weer iemand op zijn bek. De Canons. Nee, dat is leuk. Het gaat helemaal niet goed. Maar goed, naar het hotel. Kamer. Oh nee, kamer kunnen we ook nog niet in. Die is pas vanaf. Oh, verdomme. Ja, maar we kunnen wel gewoon spullen daar doen, toch? Ja, we hebben spullen erop. We kunnen pas vanaf 2 uur de kamer in. Want dan is hij klaar. Maar we kunnen wel van spullen erop en dan gaan we even ergens eten. Dus, Hey, mijn oren. Ja, deze raam dicht. We zijn aangekomen in het centrum, maar jongens, kijk eens op wat voor leuke plekken we zitten. Dit is ons hotel waar we zitten. Ella die zit al binnen. Nou, wat een gezellig hotelletje zeg. Ja, leuk. Leuk hè, goede straat ook. Ja, en ik zag daar aan de overkant al gelijk een tentje waar we kunnen eten, want ik ga het nog een keer zeggen. We hebben nog niet ontbeten en ik sterf van de honger. Nou, dat is, ja. Oké, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik heb wel heel veel trek. Kijk hoe klein dit liftje is. Ik ga lekker met de trap. Nou, daar gaat ze. Hehe. 4e verdieping, jongens, is goed voor me. We zijn aangekomen in de kamer. Wat een leuk bed. Dat valt me al gelijk op. Wat is dit? Zo, dit is wel een klein. Klein badkamertje. Maar jongens, zoveel hebben we ook niet nodig. We gaan gewoon lekker door de stad lopen. Lekker eten en zo. Dus zoveel zijn we niet in de hotelkamer. Het is ook. Hartstikke lekker weer. Het is 20 graden buiten. En moet je eens eventjes kijken, wat een leuk uitzicht. We zitten echt in een hele leuke straat. En ik zei al, we kunnen straks daar even een broodje gaan eten of zo. Nou, vind je het wat? Ja, het is gezellig. Goed hè? Ja. Echt leuk jongens. Dit is voor mij trouwens de 2e keer in Parijs. Ik ben al een keer geweest, toen was ik echt wel een stukje jonger. En ik vertelde net al tegen Ella. Toen zouden we dus een weekend gaan en toen had ik dus mijn voet gekneusd. Maar ja, hier in Parijs loop je natuurlijk heel veel, dus dat was echt heel onhandig. Maar nu is er niks aan de hand met mijn voeten, dus we kunnen gewoon lekker lopen. Schat, kom we gaan even lunchen. Gaan we lunchen? Ja.
Ik zei... Ik zou, als ik dit al omdoe, dat ik zeg maar jouw gay best friend ben in Parijs. In Parijs lekker shoppen bij Louis Vuitton. Wat een klein eng liftje is dit. Jongens, het is wel een heel schattig hotelletje. Oh, zo, hij wiebelt. Ja, hij is eng hoor. Nou, jongens. Waar? Ik zie. Onderaan. Ik zie jou niet. Ja? Hey! Wat een grappig liefje, jongens. Nou, we zitten in de zon hoor. Zo, het is echt niet normaal warm, jongens. Ik zweet zelfs een beetje. We zitten gezellig ergens op een hoekje. Overal is best wel druk eigenlijk nu al. Ja. Maar het is ook niet zo heel vroeg meer, hè? Nee. Jongens, dit vind ik zo dik. Hier in Frankrijk heb je dus van die grote flessen. Dan bestel je gewoon een normale cola en dan krijg je zo'n joekel. Zo'n grote kerel krijg je dan. Ja. Mooi, hè? Lekker. Echt zin. Wat? Je had echt een zin in een colaatje? Ja. Ja, we gaan met de metro. Ja. Wat zei je net? Je vindt het eng? Ja, het is onder de grond zo. Donker. Onder de grond, donker. Stel, je zit vast echt midden in die zwarte tunnel gewoon. Ja, er zijn heel veel van die horrorfilms hierover. Ja. Ja, dat zou wel fucked up zijn als je dan zeg maar in de tunnel vast komt te zitten. Je kan er dan waarschijnlijk wel uit, maar goed. Nou jongens, we gaan naar de Sacré-Cœur. En is dat een kerk? Ja toch? Geen idee. Geen idee of het kerk is, maar we gaan erheen. Het is wel een mooie plek. En dan gaan we kijken hoe het er is. Als het goed is heb je daar ook mooi uitzicht. Dus dat is top. We zijn er. Yes. Heb je een foto gemaakt, toerist? Ja, ja. Oké, okay, nou top. Oké, okay, jongens, nou, we moeten helemaal naar boven lopen. Volgens mij zijn het natuurlijk... Ik had het net opgezocht, het is dus wel een kerk. Ja. Het is een basiliek, maar dat is dus blijkbaar ook een kerk. En om daar te komen, jongens, moet je 222 stappen omhoog zetten. Nou, jongens, daar gaan we. Zo, nou, het is hier niet rustig of zo. Maar, we zijn er bijna. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Je zit hier midden in de zon. Ja. Weet je waar je zo moeilijk van wordt? Het zijn van die halve stapjes. Ja, het klopt. Het zijn net van die kuttredetjes. Maar we zijn er. Bijna. Mooi. Dat is goed voor je. Ja, we zijn er niet bijna. Kijk die. Oh man. We hebben het gered, jongens. We hebben het gered. Wel hijgen en veel traptredens. Maar dan heb je wel dit fantastische uitzicht. Hé, hey, waar de fuck is de Eiffeltoren? Ik zie de Eiffeltoren niet. Hè? De kant? Ja, joh. Je moet er maar niet in doen. Dom. Hoezo zijn we dom? Nou, we hadden ook een lift kunnen nemen. Oh jongens, er gaat ook een soort van liftje naar beneden. Oh jongens, dit is wel even lekker uitzicht. Café. Jezus. Even tot rust komen. Nee, water halen. Ja, dat was net zo'n mannetje met water. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is natuurlijk zo'n programma oplichters in het buitenland. Ik weet even niet hoe die man heet, maar dat is die grote lange man met krulletjes. Hoe heet die guy nou ook weer? Ik weet het niet. Maar goed, dat zijn van die mannetjes die gaan dan zeg maar een touwtje om je arm heen wikkelen. En dan gaan ze een bandje voor je maken en dan moet je die zeg maar kopen. Die stonden daar echt allemaal je op te wachten gewoon. Ze staan zeg maar daar bij zo'n ingang waar je alleen daar langs kan. Staan ze allemaal zeg maar op een rijtje te wachten. Zodat je eigenlijk bijna in de val wordt gelokt. Ja, en het ene spel balletje balletje. Maar dat heb ik nog niet gezien eigenlijk. Nee, maar dat was normaal zeg maar in dat gangetje. In die steeg. Hehe, jongens. Wat een uitzicht. We zijn aangekomen aan de achterkant van de Sacré-Cœur. En hier heb je nou een mooie steeg. Dus ik dacht, ik zeg het eventjes. Mooie steeg. Leuk. Dat is wel een beetje raar. Ik denk mensen wel denken, wat doen wij in een steeg? Nou, het is wel een hele grote steeg. Allemaal mensen die foto's maken met ijsje. Wat gezellig. Ik heb ook een foto gemaakt. Heel non. Ja, maar we gingen die film kijken. Insidious 3. Nou, dat ging hoor. Dan een non daar. Ze komt je ophalen, is dat? Een bezeten. Wat komt ze doen? Vraag of je op de foto mag. Nee, graag dan slaap ik niet. Samen met die non daar op de foto zo. Nee, dan slaap ik niet. Hoezo, is een hele lieve vrouw daar? Ja, ze is wel bezeten. Hoezo is ze bezeten gelijk, omdat het een non is? Ja, gewoon. Doe me denken aan die film. Ja, vind ik gewoon één. Weet je wat? Kijk, dit zijn die fietsjes. Jij mag geen horrorfilms meer kijken. Hé, meisje. Hey. Hey, meisje. Psst. Hey. We zijn nu in een winkelcentrum met allemaal lijpe merken, Gucci, Dior. Ha! Zo, weet je wat wij hier gaan doen?
kijken. Man. Ik moet zeggen, mijn merkkleding, ik vind het heel erg leuk. Alleen ik vind het soort van toch wel heel erg zonde of zo. Het kost zoveel geld. En ook als je dat bij mensen die ik ken, zeg maar, die ook die merken hebben, die hebben het dan en die zeggen ook van ja. Nou, dit is allemaal mannen. Ja, dit is allemaal mannen. Maar dan valt het ook gewoon mee. Dan is het niet eens zeg maar hele goede kwaliteit en dat soort dingen. Dus ik vind dat een beetje zonde. Maar we gaan gewoon even voor de lol kijken. We zijn aangekomen op het dakterras van. Eindelijk. Van waar we eigenlijk wilden zijn. Hier wilden we zijn. Alleen, kijk eens eventjes jongens. De Eiffeltoren. De eerste keer dat we de Eiffeltoren. Ja, deze is niet zo leuk, nee. Maar dit is de eerste keer dat ik nu de Eiffeltoren zie. Nice. Nou, we kunnen weer naar huis. Ja. We hebben hem gezien. Licht zit erop. Daarom. Gaan we even wat drinken. We gaan even een drinkje. We gaan even een drankje halen. We gaan even een drinkje doen. We gaan even een drinkje doen, kom. Kom, we gaan een drinkje doen. Nou jongens, ik ben toch geslaagd. Ik heb iets gekocht en het zijn schoenen. Ik laat het zo aan jullie zien, want we gaan nu eventjes richting het hotel. Ga ik even mijn telefoon opladen, gaan we eventjes chillen. En dan vanavond gaan we het eten en dan gaat Ruben ook mee, want die is om 7 uur klaar. Dus het wordt gezellig. Daar zijn ze dan jongens, mijn schoenen. Mooie instappers. Kijk dan. Zijn mooi. Ik ga ze even aantrekken. Oké, jongens, ik heb de schoenen aan. Moet je eens eventjes kijken. Het is echt een stuk netter dan wat ik normaal heb. En ja, voor de zomer is het echt heel chill. Ik denk alleen niet onder een zwarte broek. Maar als ik straks gewoon een lichtere broek aan heb, dan is het vast wel dik. Ik vind ze nu ook al wel heel hard hoor. Hey Ruup! Hey maat, kom binnen! Ja, waar zit je dan? Verdieping 4. Ik zet de deur open. Oké. Het is alweer donker in Parijs. En Ruben die staat beneden en dan gaan we gezellig uiteten. Maar jongens, wat ziet het er leuk. En hey, kijk eens even. De schijnwerper van de Eiffeltoren, volgens mij. Is die schijnwerper van de Eiffeltoren? Ja, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, of we zeggen weer wat dan. Nee, maar is die al aan? Ja, ik zie. Kijk, kom eens. Wacht, ik zag hem net. Ik zie hem. Waar ik zie hem. Ja, daar. Oh ja, daar. Oké, nu komt hij niet zo hier. Oké. Wow! Mannetje! Okay. Hoe was het draaien vandaag? Ja, lang. Lang? Ja, goed hoor, dat is chill. Mooi zo. Dus we zijn hier, nu gaan we even eten, maar ik ben wel. Ik doe alsof ik heel veel energie heb, maar ik ben heel moe eigenlijk. Ik ben ook heel moe. Maar nee, iedereen is moe. Laten we gaan. Nee hoor, ik ben heel moe. Ja, en ook Rotta. Nou jongens, ik heb nieuwe pantoffeltjes aan. Pantoffeltjes? Ja. Gas. Pantoffeltjes. En neem met je voet op het bed, man. Nee, nou goed, we hadden een leuk restaurantje gevonden bij de Eiffeltoren. Alleen we konden niet meer reserveren, want ze namen niet meer op. Dus we gaan er gewoon heen en dan gaan we kijken of ze ons nog willen toelaten. Denk ik niet. Nou. Anders dan gaan we gewoon naar de buurt zoeken, toch? Als ja, een dunne kebabje. Ja, wat een McDonald'sje, broer, toch, broer? Kom maar, waar ben je geweest? Ja, dunne kebab gegeten in Parijs. Ja, in Parijs. Ja, maar goed. De deur gaat niet eens dicht. Wat gezellig zo, jongens. Zo. Oh. Oh. Heb jij ook een knopje getikt? Nee. Ja, jawel. Nee, snel knopje, ik blijf niet heel lang staan met jullie zo. Nee. Daar is hij jongens. Het mooie plaatje van Parijs. De Eiffeltoren. Is hij groot, hè? Ja, wat is hij groot, hè? Godzidori. Ja, ik ben natuurlijk al een keer in Parijs geweest, maar ik kan me dit eigenlijk allemaal niet meer herinneren. Maar het ziet er mooi uit. Nou, wat een gezelligheid. We zitten dus jongens, uiteindelijk. Ik heb er zin in, ik heb er zoveel honger. Goed, hè? We zitten nu uiteindelijk wel op de plek waar we wilden zitten. En we zouden eigenlijk hadden we gehoopt dat we de Eiffeltoren zouden zien, maar door het luifel zien we de Eiffeltoren. Heb jij een nieuwe handtas? Heb jij een nieuwe handtas gekocht? Ziek. Nee. Vind ik dik. Nou jongens, moet je eens eventjes kijken. We staan voor de Eiffeltoren. En wat een gekkigheid hier. Er komen de hele tijd mensen naar je toe die zeggen beer, we want beer, you want some wine, you want champagne, wine, yeah, champagne, smoking. Ja, dan ga jij zeggen, yeah, beer. Nee, ik zei I'm pregnant. Oh ja, van wie dan? Ja, dus Piet Paulus overleden. Ja, dit, hoe kom je daar dan weer bij? Altijd heb je gewoon de naam Piet Paulus bij jou. Nu is het alleen zielig dat hij dood is. Ik bedoel er niks slechts mee. Rip Piet Paulus, arme man. Maar goed, wij hebben net een Uber besteld en we gaan lekker richting huis. En dan gaan we, ja, ga ik lekker in mijn bed liggen, want ik ben kapot. Ik heb natuurlijk gisteren 9 uur gereden in de auto en uit geweest. En weinig slaap gehad, vroeg weg. Dus ik ben kapot. We hebben 16.000 stappen gezet vandaag, El. Ja. Goed zo. Goed is een dood. Dus ik ben kapot. Een hele goede morgen. Weer vanuit Parijs. Frisse morgen in Parijs. Maak hem af. Nee. Oh. Ja, dan maak ik hem af. Frisse morgen in Parijs. Gewoon een business. Nou jongens, we hebben al lekker ontbeten. We zijn daar bij dit tentje gaan ontbijten. Was heerlijk, was fantastisch. En we gaan zo weer lekker door de stad lopen. We gaan weer richting de Eiffeltoren. Want we willen hem ook natuurlijk even zien in het daglicht. Daarna gaan we naar het Louvre. En daarna gaan we richting de Champs-Élysées, dus we hebben weer een drukke, leuke
Champs-Élysées, Champs-Élysées. Ja, ik zeg net het Champs-Élysées. Maar goed, we hebben dus weer een leuke drukke planning, dus we gaan zo lekker naar buiten en dan gaan we weer op stap. Zo, jij kan hier wel veel in kijken. Ja, ja, ja. Dat is wel ziek. Designer. Kan anders mijn tas, mijn camera in jou in je ja, tas? Ja, mijn zonnebril zit er ook al in. Oh, top. Ik heb er nog geen mee, dus. Oh, chill. Ja. Handig. Ja, ja, tuurlijk. Nou jongens, we zijn weer bij de metro en we gaan richting Le Eiffel Tour. Le Tour Eiffel. Le Tour Eiffel. Kijk eens eventjes waar we zijn aangekomen, hé. De Eiffeltoren. Potjandori zeg. We hebben hem gisteren natuurlijk in de avond gezien, helemaal verlicht. Maar zo zie je hem toch wel even iets duidelijker. En zo zie je hem nog spectaculairder, vind ik. Dus ik vind het leuk. We kunnen naar huis. We hebben hem gezien nu. Ja, ja. Twee keer. Overdag en in de nacht. Alleen nou, een lichtjesshow geweest. Hé, dat is leuk. Wil je ook skelteren? Ja. Kijk eens even jongens, blijft heel dik. Selfies maken iedereen. Ik heb net echt een typische foto gemaakt. Het was de tunnel die jullie waarschijnlijk net zagen dat ik hem echt zo vasthoud zo. Ik voelde me echt een toerist. Nou ja, oké, we zijn ook wel toeristen, maar zeg, iedereen die dat zeg maar langs loopt ziet dat van zo'n sukkel staat al. Ja. Nou jongens, we gaan eventjes... Nee, dat is zielig joh, op zo'n ezel zitten. Ik kan er dus een ezel huren en dan ga je dus door het park heen lopen. Dan een ezel of een paard, nee, een ezel. Dat is toch... Allebei. Ja, je hebt een soort van Shetlander, zo'n klein paardje. En, oh, dit is toch zielig. Ah, hier wil ik niet in. Kijk dan. Kijk hem dan staan. Zo, het stinkt. Ja, dat zijn ezels, die stinken denk ik. Oh, nee, oh je kan met zo'n karretje erachter. Oh, kijk hoe zielig. Maar oh, dat vind ik zielig hoor. Zielig. Dat gaan we niet doen. Hé, hey, ik vind het wel gezellig hier. Kijk, er zitten allemaal mensen lekker in het park, lekker te picknicken. Ja, we moeten ook even een drankje halen en even gaan zitten. Moet je weer alcohol? Jezus. Een drankje kan toch ook. Oh gewoon, ja, sorry. Ja, sorry dan. Cola zijn. En dan interpreteer ik het verkeerd. Maar goed, ik ga lekker door het park lopen. Dus wie is hier nou de alcoholist? Hè? Niemand. Jij. We zitten hier op de grond. Kijk. Ik weet niet waarom, maar zeg maar iedereen die volgt elkaar. Die loopt zeg maar vanaf daar, lopen ze met z'n allen zo zeg maar daarheen. Terwijl dit gewoon helemaal vrij is. Dus ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar we zitten hier prima zo. Zal ik hem nu fucking hard trappen gewoon? Stel je trapt het jochie van. Tang! Zo eraf zo. Ah, gaat wel lekker. Jongens, dit blijft ook een mooi plaatje zo. Nou jongens, we lopen nu richting de Champs-Élysées. En ik heb eventjes een spijkerbroek gekocht. Dus ja, had ik nodig. En daar is de Arc de Triomphe. Nog een Nolenswinkel. Wow, joh jongens. De Sarah in Parijs. Wordt gek. We blijven ademen hier jongens. Ik word helemaal kriegel hier. Kijk dan. Het is hier een soort van slagveld voor het vrouwelijk geslacht, zeg maar. Ik moet maar even mee, hè. Zo, jongens. Deze Louis Vuitton-wereld is echt gigantisch. Kijk dan, joh. Dit is allemaal Louis Vuitton. Ik heb het gevoel dat als jij iets zoekt van Louis Vuitton en je loopt hier naar binnen, dat je het kan krijgen ook. Maar altijd die achterlijke rij bij die winkel. Bizar. Dat is leuk, hè? Nou, ik kan helemaal geen leuke foto maken. Waarom niet? Ik heb de hoofd. Daar is hij jongens, Arc de Triomphe. Deze weg is trouwens zo'n chaos, dit rondje. Moet je gewoon zelf uitzoeken welke baan van jou is. Het is gewoon suicide dit. Kijk dan, hier. Daar moet iemand bijvoorbeeld naar rechts en deze moet gewoon naar links. Nou, hoe dit gaat, geen idee. Hier zit zo geen structuur in. Een hele goede morgen weer vanuit Parijs. Het is nog wat vroeger dan gisteren. Het is nu iets van 9:30. Nee joh, 9:00 of zo. Oh, 9:00 of zo. Maar goed, de reden dat wij zo vroeg op zijn, is natuurlijk omdat we van de dag willen genieten. Maar nog een reden is, Ruben die moet om 12 uur draaien, maar hij is nu vroeg naar de stad gekomen. Zodat we eventjes gezellig met z'n drieën kunnen gaan lopen, ontbijten. Dus we gaan richting de Notre Dame. En als het goed is, is daar Ruben en zit hij al bij een tentje waar je van die crepes kan eten, van die pannenkoekjes zeg maar. Dus dan gaan we lekker ontbijten en dan gaan we weer lekker lopen vandaag. Nou jongens, we zijn aangekomen bij de Notre Dame. Als het goed is zit Ruben hier ergens, alleen we hadden echt een hele domme fout gemaakt. We waren in de verkeerde Uber gestapt, dus dat ging even niet zo goed. Maar toen moesten we een nieuwe pakken, maar we zijn er. Als het goed is zit Ruben hier ergens. Hey! Hey, kneusjes! Hey, we hadden de verkeerde Uber gepakt. Dat kan je wel op .nl. Ja, het is echt vreselijk. Je ook niet door met je verkeerde kant op gaat. Jawel, nee, want het ging nog wel, ik dacht hij gaat eerst zo en dan gaat hij daarna ging zo, maar dat gebeurde niet. Maar goed, we zijn er. Nou, we zitten bij een gezellig tentje. We kijken uit op de Notre Dame. En Ruben moet zo alweer vandoor, want Ruben gaat draaien natuurlijk, want daarom is hij hier in Parijs. Gaan wij nog even kijken of we nog iets kunnen zien hier. Eigenlijk hebben we alles al gezien nu. Ja. Ja, alleen niet. Ja, nou, nu hebben we hem ook gezien. Dus we kunnen eigenlijk ook naar huis. Welkom bij Notre Dame. Ja, welkom bij de Notre Dame.
Ze hebben de kerk ooit opgebouwd, maar als eikels hebben laten aftikken. Dus hij is weer, hij wordt nu gerestaureerd weer. Door Louis Vuitton en zo, toch? Ja, dat ben ik. Oh, dat ben jij? Ik ben eigenlijk. Oh, dat is gaaf. Dik. Nou ja, goed. Oh, moet je eens even kijken. Nou. Een pannenkoekie met aardbeien. Jullie hebben een wafel. Ja, lekker hè? Lekker man. Nou, geniet ervan. Tot vanavond. Dag. Kijk eens eventjes. Ik heb het tasje ingepakt, want wij moesten om 12 uur moeten we uitchecken. Dus over 10 minuutjes. Ik hoop dat we beneden onze spullen er kunnen neerleggen. En dat we gewoon nog even de stad in kunnen lopen. Want als we met al die tassen moeten gaan... Nou, al die tassen. Als we met tassen moeten gaan sjouwen en door de stad lopen is niet echt ideaal, zeg maar. Dus hopen dat we beneden kunnen neerzetten en dan gaan we weer eventjes lekker de stad in. We zitten weer in de tram onderweg naar het Louvre. En wat is het Louvre? Museum. Een museum. Met een glazen triel. Dat weet ik wel. Het is een glazen triel. Nou goed, daar gaan we mee. Nou, El, dit is echt jouw tent. Non-stop Le Grand Cobert. En wie heeft een non-stop een Grand Cobert aan? Jij! Ja, hoor, maak me maar weer belachelijk. Ga maar hier, Salon de Tee. Ga jij maar theetje drinken, jij? Nee. Ui, jongens. Het blijft lekker eten, een beetje door Parijs te wandelen. Hey, mooie gebouwtjes. Lekker hier. Oh, ja. Nee, het blijft lekker. Gewoon lekker een beetje door Parijs wandelen. Mooie gebouwtjes. En we zijn nu het Louvre aan het zoeken. Dus ik ga even Google Maps erbij pakken, want ik heb geen idee waar ik heen moet. Ja, jongens, ik weet dat deze in Nederland ook veel te zien zijn, maar elke keer heb ik toch dat als ik hem zie, zo dat hij wel echt heel dik is. Maar ook weer een beetje fout of zo. Wat vind jij van zo'n auto? Ja, stoer toch? Ja, het is wel stoer, maar het is wel ook echt een foute patsenbak. Maar ik vind hem echt heel cool. Maar ja, maar niet eigenlijk, ik kan hem toch niet betalen. Dus we gaan door. Daar zijn we dan, het Louvre. We gaan eventjes naar het middenplein. Daar is hij hoor, jongens. De glazen driehoek. Wat een leuke binnenplaats. Welk parkje bedoelde jij? Is dit allemaal het Louvre dit? Ja. Dit helemaal zo? Ja. Nou, er is wel veel staan allemaal. Ja, Mona Lisa is hier ook. Oh. Je geschiedenis, jongens. Wil jij naar binnen? Ja, weet niet. Wil jij naar binnen? Het zou kunnen, we hebben tijd zat. Ja, misschien is het wel even leuk om naar binnen te gaan. We kunnen een beetje kijken wat er allemaal is. Een stukje cultuur snuiven. Hè? In plaats van alleen maar dat coke. Nee jongens, grapje. Heb ik hem al? Iets naar beneden. Nee, te ver. Omhoog. Hier. Nee. Nou, je moet meer naar beneden. Heb ik hem? Nee, je moet veel meer naar beneden, jongen. Heb ik hem nu? Nee, naar rechts. Andere rechts. Ja, naar beneden. Heel klein stukje. Ja, je hebt hem hoor. Ik heb hem vast. Nou, dat is leuk. Nu ben ik een echte toerist. Een echte toerist, net als deze mensen. Even kijken. Nee, naar beneden. Naar rechts. Nee, iets meer terug. Terug. Stop. Ietsje naar rechts. Heel klein beetje. Nee, iets meer terug. Ja, je hebt hem vast. Yes. Wat leuk. Ja, het voelt goed dit. Ja, dit voelt goed hè. Ja, ja. We hebben dat ook gedaan. Dus nou, kunnen we weer gaan. Ik merk nu dat ik bij alles zeg, nou, dan kunnen we weer gaan. We kunnen weer naar huis, we hebben dit gezien. Ja. Nee, leuk hoor jongens. Zo jongens, dit is ook wel een mooi plaatje hoor zo. Het Louvre. En dan heb je daar op de achtergrond hier de Eiffeltoren en een mooi, het is het, een stukje plein met gras. Leuk! Ik heb nog niet eens gezien die Eiffeltoren. Nee, die staat daar ook. Maar weet je wat zo gek is van dat ding? Je ziet hem eigenlijk niet zoveel. Nee. Als je door de stad loopt. Nee, het valt wel mee. Ja. Nou goed, we gaan lekker doorlopen. Ze zijn klaar. Ja. Kom. Meedoen. Zo jongens, moet je eens even kijken. We zitten heerlijk in het zonnetje in het park achter het Louvre. Heerlijk even een wijntje, even wat water, broodje erbij en een bolhappie. Nou, hè? Kijk eens eventjes, armpjes opgestrookt, lekker bruin worden. Jongens, het is genieten hier. Zo jongens, we staan hier even wat lijpe autootjes. Hier een GT3 RS, een hele vette Aston Martin en hier een 488 Pista Spider. Fucking ziek. Zo jongens, die achterkant is ook zo ziek. En kijk deze dan. Wat is het? Een GT12. Aston Martin met zieke spoiler. En natuurlijk de GT3 RS.
ook een van mijn droomauto's. En de Pista natuurlijk echt een zieke droomauto. We zijn weer in een winkelcentrum. Alleen alles is hier zo bizar duur. Alleen maar Off-White, Prada, Gucci. Maar ja, dat ga ik natuurlijk allemaal niet betalen, want het staat nergens op. Maar kijk dan jongens, echt wat je maar zoekt is er gewoon. De zon die begint al een beetje te verdwijnen en we zijn nu helemaal buiten Parijs. Want wij zijn bij de beurs waar Ruben moest draaien, zitten we op hem te wachten. Want Ruben komt er straks ophalen en dan gaan we lekker richting huis rijden. Want het is mooi geweest. Ja. We gaan naar huis. Ik ben moe. We hebben tassen vol met kleren. Nou eigenlijk heb ik alleen deze tas van mij voor mijn boek en deze was van mijn schoenen. Dus wat doe je nou? Ja, ik trek even een ladder in mijn panty. Lekker hoor, nee. Maar goed, even wachten op Ruben en dan gaan we lekker richting huis. En ik heb ook wel lekker zin om in mijn eigen bed te gaan liggen. Dus ja, even wachten op Ruben. We zitten weer in de auto, taxi Ruub. Vol, oh, we mogen weer naar huis. Hoe was het vandaag? Ja, goed wel. Mooi zo. Wel lang. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik heb het gezien in Parijs, jongens. Het was gezellig, het was leuk. Maar nu lekker naar huis. Kijk eens waar we zijn. In het oude, vertrouwde huisje. Maar jongens, ik ben kapot. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen en deze keer gewoon vanuit Nederland in Amstelveen. En ik sta al op het punt om de deur uit te gaan, want ik ga richting Smit Optiek. Dat zit op de Rokin. En ik ga er gewoon even gezellig langs, kijken of er nog mooie brilletjes zijn. En gezellig even een koffietje doen. Dus daar ga ik nu heen. En daarna ga ik richting Hilversum. Want dan ga ik eindelijk praten met mijn manager over muziek. En we gaan even definitief afspreken welke nummers ik wil gaan uitbrengen. Hoe we dat gaan doen. En al dat soort dingetjes. Al dat soort zaken. Dus het wordt hartstikke leuk. Een drukke dag. En daarna ga ik zelfs nog naar de kapper. Dus drukke dag. Daar is hij weer. Mijn schatje. Oh, wat heb ik lang niet in jou gereden. Kom eens even hier. Kom eens even hier, jongen. Oh, jongens. Best wel lang geleden eigenlijk alweer. Want echt voor de vakantie dat ik naar Oostenrijk ging heb ik ook heel lang meer gereden. En toen nu weer 3 dagen Parijs. Dus ik ga eindelijk weer mijn handjes op dit geile stuurtje leggen. En richting Amsterdam rijden. Kijk eens even wat een service, hé. Smit Optiek is nog niet eens open. Jongens, kijk, dit is ook bijvoorbeeld een hartstikke mooi brilletje. Maar kijk eventjes. Er is genoeg keus. En dan ga ik altijd gewoon gezellig langs. En dan ga ik gewoon kijken of er weer een mooie bril tussen zit. En meestal kom ik er wel uit. Nou jongens, ik heb er 2 hele mooie brilletjes meegenomen. Een Bottega en een Dita. Ik laat ze zo aan jullie zien, maar het zijn weer topbrilletjes. En als jullie zelf ook een bril zoeken, moet je eventjes hier naartoe. Rokin, Smit Optiek, Rode Luifels. Ga checken, je hebt echt alles. Echt alles. Kijk jongens, dit is een van de brillen die ik dus heb gekregen van Smit Optiek. En dit is een Bottega Veneta volgens mij. Ik ken het merk zelf eigenlijk helemaal niet. Maar hij zit echt heel chill op mijn hoofd. Zeg maar, hij beweegt gewoon niet. En hij zit gewoon helemaal strak. En ik heb heel vaak met brillen die van die pootjes hebben. Van die kleine dingetjes die op je neus zitten, zeg maar. Dat hij heel vaak los gaat raken of zo. Maar deze zit gewoon perfect op mijn hoofd. En ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee. Maar goed, we zijn in Hilversum. Kijk eens even. Meneer de manager. Met mijn nieuwe bril op. Geer, hij staat je goed. Staat je mooi. Nou jongens, we hebben net eventjes gezeten voor muziek en we hebben eindelijk besproken welke nummers we nou gaan uitbrengen en hoe we het allemaal gaan doen. Dus het komt eraan. Zo, hatse flats. We stappen weer de auto in en ik ga lekker naar huis, jongens. We hebben een goede meeting gehad. Ik heb met Geer gesproken over muziek, welke nummers we als eerste gaan uitbrengen. Hoe we het gaan doen met videoclips en zo. Erg specifiek dus allemaal, dus het komt eraan. En als het goed is, staat het nu in juni gepland. Dus dan weten jullie dat, jongens. Juni. Juni gaat waarschijnlijk mijn muziek uitkomen. Zo, daar zijn we weer. Hoppetoom. Jongens, het werd wel echt tijd, maar het is echt veel te lang. Ik kan er helemaal niks meer mee. Maar goed. Nou jongens, het werd echt weer eventjes tijd om het lekker kort te maken. Dus jij gaat voor me fixen, hè? Jazeker, jongen. Top. Ja, zeker. Top. Zo, jongens. Ik ben weer helemaal fris. Normaal gesproken heb ik altijd lang haar. Maar ik heb nu een keer gewoon gedacht van, weet je wat? Fuck it. Doe het gewoon een keer lekker kort. En ik ben er blij mee. Wij zijn aangekomen bij het vredige thuis. Het vredige thuis. Ik ga lekker bij mijn ouders eten. Wat een feest. Hey! Hallo. Oh, ik wilde eigenlijk sput filmen. Oh. Oh. Nou. Hallo. Hallo, lieve schat. Hallo. Daar is Put. Put die. Put is heel stoer. Waarom? Omdat hier een hond was. En die was echt heel de tijd aan het blaffen. En hij bleef heel cool. Jij bent zo stoer, hè, jij. Holy shit. Ben je kort. Goed, hè? Ja. Even lekker. Lekker, lekker een keertje. Lekker kort. Goed zo. Gezellig. Wat zijn we aan het doen? Ben je kort? Ben ik wel kort, hè?
Oh, Wim! Ja, ik ben wel een beetje kort. Nee, maar ik stel het wel goed. Ja, toch? Dankjewel. Maar goed, ik ben weer lekker thuis en ik ga heerlijk mijn bedje in. Ik ben moe. Ik heb een heel leuk weekend gehad in Parijs. Dus ja, het was gewoon een goed weekend. Maar goed, ik ga lekker slapen. Dus vond je deze video nog leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie vrijdag om 6 uur weer bij een nieuwe video. Joejoe!